Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Een Amerikaanse basketbalster wordt geruild voor een Russische wapenhandelaar. De gevangenenruil is groot nieuws, want Victor Boot staat ook bekend als de handelaar des doods. Twee Verenigd Koninkrijk-kenners keken naar de reeks van en over Harry en Meghan. Worden kijkers er wijzer van of zij vooral rijker? Van tevoren was gedacht dat het wel eens een bomaanval op Buckingham Palace zou kunnen zijn. Dat is allemaal wat meegevallen. Ik denk dat, zoals iemand zojuist zei in de Britse media, dat koning Charles niet naar de advocaat hoeft of niet, maar misschien wel naar een psychotherapeut. En hoe kijkt Molenbeek naar het terreurproces? Volgt men het daar überhaupt of richt men de blik liever op de toekomst? Ze kunnen ook studeren en ook een advocaat worden of iets met recht. Maar niet behalve recht, bijvoorbeeld iets met, dat kan iets met over gezondheid zijn. We gaan veel beroepen leren en zo we weten wat we willen worden vroeger. Later. Het is donderdag 8 december, dit is Ter Zake. Good morning, folks, and it is a good morning. Moments ago, standing together with her wife, Sherelle, in the Oval Office, I spoke with Brittany Griner. She's safe. She's on a plane. She's on her way home. After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances, Brittany will soon be back in the arms of her loved ones, and she should have been there all along. Verrassing. Vanmiddag kondigde de Amerikaanse president Biden aan dat Brittany Griner, Olympische basketbalster, weer op weg naar huis is. Ze was in Rusland veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf vanwege het bezit van hash. Ze is nu geruild voor de Rus Victor Boot, een beruchte internationale wapenhandelaar die in 2008 geklist werd en gevangen zat in de VS. Dirk van Zundert en Vicky van den Berg. Een ruil is een deal over de uitwisseling van één iets voor een ander iets. En het ene iets wat de Amerikanen wilden, is Brittany Griner, topbasketspeelster uit de VS. In februari werd ze op de luchthaven van Moskou betrapt met cannabisolie. Ze werd opgepakt op beschuldiging van drugssmokkel. En dat was ook de reden voor haar veroordeling in augustus tot 9 jaar cel/strafkamp. На основании части 3, 4, 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить Грайнер Бритни Ивет наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. De andere kant van de ruil is deze man, Victor Boot. Hij zat sinds 2010 en tot vandaag in een Amerikaanse cel, veroordeeld voor illegale wapenhandel en samenzwering tot moord. Begin jaren 90 stuikt de Sovjet-Unie in elkaar. De inboedel van het land is te koop. En het is daar en dan dat de jonge Victor Boot zijn kans ziet om erg snel erg rijk te worden. Dat probeert hij door opkoper te worden van afgedankte vrachtvliegtuigen. En zo zijn er nogal wat. Maar in een land dat na de Koude Oorlog met een enorm wapenoverschot zit, vindt hij ook een meer winstgevende manier van zaken doen. Wel, Victor Boot was iemand die wapens op grote schaal eigenlijk uit de voormalige Sovjet-Unie haalde en die vooral naar Afrikaanse conflicten bracht. Denk maar aan de conflicten in Congo, Sierra Leone, Liberia. Eigenlijk heel veel landen waar een sanctie, een embargo op zat. Hij was eigenlijk begint als degene die toch wapens bracht naar zo'n embargo-landen. En hij deed dat met zijn vliegtuigen, met zijn Antonov-vliegtuigen. Hij was gespecialiseerd in moeilijke transporten. En hij kon eigenlijk overal ter wereld landen en dan zijn goederen, in dit geval vaak wapens, gewoon gaan uitdelen aan allerhande rebellengroepen die aan het vechten waren op dat moment. Boet heeft allerlei zwaar oorlogsmateriaal in zijn catalogus staan. En om dat aan de geïnteresseerde koper te bezorgen, komt hij zelfs in ons land terecht. Wel, Victor Boot opereerde een aantal jaren, in midden jaren 90, ook vanuit Oostende. Die had hier een kantoor, gebruikte ook de luchthaven van Oostende voor die transporten van die wapens naar Afrika bijvoorbeeld. En op die manier heeft hij wel ook dat België echt wel gebruikt als een soort van hub voor heel veel van zijn activiteiten. Dat is ook een van de redenen waarom de Belgische autoriteiten ook een arrestatiebevel, internationaal arrestatiebevel, hebben gevraagd voor hem om hem te kunnen veroordelen voor die activiteiten die hij hier vanuit België heeft vormgegeven.
Maar het is niet België dat hem zal klissen. Dat doen de Amerikanen. Geheimagenten van de VS lokken hem in maart 2008 naar Bangkok, onder het voorwendsel van een grote wapendeal. Ze doen zich voor als tussenpersonen voor de rebellengroep FARC in Colombia. Boet loopt in de val en vandaar naar de cel. De VS vragen zijn uitlevering. In augustus 2010 gaat een Thaise rechtbank daarop in, tot onvrede van Rusland. We zijn поводу того, на мой взгляд, неправового решения, политического решения, которое принял апелляционный суд в Таиланде. Решение, на основе той информации, которую мы располагаем, было принято под очень сильным давлением извне. Это печально. Na zijn uitlevering wordt Boet in november 2011 in de VS veroordeeld voor wapenhandel en samenzwering tot moord. Hij krijgt 25 jaar cel. Maar door de gevangenenruil moet hij die dus nu niet volledig uitzitten. Dat hij niet zijn volledige straf uit moet zitten, is natuurlijk wel spijtig. Het is ook vrij cynisch dat hij nu, iemand die zware misdaden heeft gepleegd, eigenlijk geruild wordt voor iemand die wiens straf niet helemaal in verhouding natuurlijk staat met het misdrijf waarvoor zij dat heeft gepleegd. En dat is een heel cynische situatie. Goedenavond Björn Soenes in New York en ook goedenavond Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Bij jou komen we zo meteen. Geert, eerst Björn, voor jou in New York de vraag. Dat dit nu gebeurt, is dat een grote verrassing? Want het lijkt plots. Voor wie het volgde is het niet echt een verrassing. Brittany Griner was al heel lang op de radar om vrij te krijgen. Ze trok veel aandacht, is een bekende basketbalster. En er was al sprake van in de zomer dat er onderhandelingen bezig waren tussen de Amerikanen en de Russen via tussenpersonen om een ruil te doen. Dat was dan de ruil Victor Boet voor twee gevangenen. Dat zou dan Brittany Griner zijn en Paul Whelan. Een man die al sinds 2018 gevangen zit. Een ex-marinier in Rusland op beschuldiging van spionage. Dus men had graag die deal rondgekregen. Maar de tijd drong. Het is ook kersttijd. Mensen willen hun familie verenigd zien. Dus op dat vlak is het niet echt een verrassing. Maar het is wel een mooie PR-overwinning voor de Amerikaanse president. Ja, maar toch, Victor Boet was in de VS veroordeeld tot 25 jaar, wordt nu uitgeleverd. Dan was hij toch van belang voor de VS als hij per se wilde kunnen vastzetten in der tijd. Absoluut. Het is met spijt in het hart, denk ik, dat ze deze man hebben moeten ruilen. Maar ik denk dat er niets anders op zat. Ze hadden al eens een ruil gedaan in april tussen een ex-marinier en een piloot die hier in Amerika, een Rus, gesnapt was bij cocaïnehandel. Die ruil was ook al gebeurd. Maar Victor Boet is natuurlijk een grote klepper. Je kunt zeggen, hij heeft 11 jaar in de cel gezeten in Amerika, in Illinois, in het plaatsje Marion. Je kunt ook zeggen, het was belangrijk voor hen, want in het stuk zat het ook. Hij is min of meer een beetje uitgelokt door een DEA-agent, een agent van de Drug Enforcement Agency, het drugagentschap van de VS, die zich voordeden als vertegenwoordigers van de FARC, die organisatie, terreurorganisatie in Colombia. En zo is hij kunnen gesnapt worden en dan ook zware beschuldiging erbij, mogelijke medeplichtigheid tot moord op Amerikanen, omdat de FARC actief was tegen het Amerikaanse leger. Dus hij zat al de hele tijd in de gevangenis, maar kijk, na de helft van zijn celstraf is hij nu geruild. Het was belangrijker om die Amerikaanse basketbalster vrij te krijgen en daar moest stevige munt voor betaald worden in de vorm van Victor Boet. Victor Boet die dus is doorgestuurd naar Moskou. Dankjewel, Björn. En in Moskou is ook Geert Groot-Koerkamp. Geert, waarom wil Moskou Victor Boet terug? Er zijn twee redenen, denk ik. Eén, dat is een beetje speculeren, maar je kunt veronderstellen dat Boet veel weet. Hè. Er zijn allerlei geruchten over zijn banden met de Russische veiligheidsdiensten, met de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft hij zelf altijd ontkend, maar mensen die met hem hebben samengewerkt, die zeggen dat het inderdaad zo is. Dus dat kan een reden zijn, maar hoeveel en wat hij weet, dat weten we natuurlijk niet precies. Een andere belangrijke reden is dat Boet in die 14 jaar sinds zijn arrestatie in Thailand is uitgegroeid tot een soort
icoon, zeg maar. Het is, hij heeft een soort heldenstatus gekregen hier in Rusland als de eerlijke Russische zakenman die alleen maar door de Amerikanen in de val is gelokt en gevangen is gezet omdat hij een Rus is. En dat is nog lang voordat de Russische media, zoals dat nu het geval is, dagelijks het hebben over Russofobie van het Westen van Amerika. Dus hij heeft een heldenstatus. En dat is ook te zien aan de reacties nu, ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Het parlement, daar is hij al uitgenodigd om daar langs te komen. Dus er zal ongetwijfeld, zullen de komende dagen ongetwijfeld nog veel van hem te zien krijgen. Een heldenstatus, hoor ik je zeggen. Hoe evenwichtig is die deal? Hoe belangrijk was, met andere woorden, Griner in dit verhaal voor Rusland? Nou ja, als je het hebt over symboliek, Boet is natuurlijk inderdaad een symbolische figuur, een iconische figuur, maar Griner is dat zeker ook. Griner, een Amerikaanse sportvrouw, een lesbische sportvrouw, die ook nog eens is gepakt met weliswaar 0,7 gram cannabis in die vape-olie die ze dus bij zich had. Maar dat beantwoordt heel erg aan het beeld dat nu ook in de media, in de Russische media, wordt geschetst van het Westen als een soort Sodom en Gomorra. Vergeet niet dat deze week, afgelopen week, president Poetin de nieuwe wet heeft ondertekend die propaganda, tussen aanhalingstekens, van niet-traditionele seksuele geaardheid strafbaar maakt. Dus dat is een harde klap voor de hele LHBTI-gemeenschap in Rusland. En dat Griner nu ook tot die gemeenschappen hoort, dat is natuurlijk ook, juist op dit moment heeft dat een hele symbolische waarde. Ja, tot slot, Geert, het blijft toch vreemd dat terwijl Rusland en Moskou lijnrecht tegenover elkaar staan in het conflict dat uitgevochten wordt op Oekraïns grondgebied, om Oekraïne, dat ze tegelijk dit soort onderhandelingen dan blijkbaar voeren in de achtergrond? Ja, nou, het geeft aan dat er ondanks inderdaad het absolute dieptepunt in de onderlinge betrekkingen dat dit jaar is bereikt, dat er toch verschillende kanalen zijn, bijvoorbeeld over het ruilen van gevangenen. We hoorden het net over Bjorn praten over Paul Whelan. Die zit nog steeds vast. Daar gaan de onderhandelingen naar verluid ook over door achter de schermen. Dus daar zullen we waarschijnlijk spoedig ook meer over horen. Maar er zijn dus contacten, ook bijvoorbeeld op militair gebied, ongetwijfeld over wat er in en om Oekraïne gebeurt. Ook over kernwapens wordt achter de schermen gepraat. Dus dat is inderdaad een heel klein lijntje dat nog steeds tussen Washington en Moskou wordt opengehouden. Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, dank je wel ook voor jouw bijdrage. Harry en Meghan venten hun verhaal uit, onder meer via Netflix. De Britse pers gaat zich te buiten aan speculaties over de impact op de royals in Londen. Maar wat stelt het allemaal echt voor? We vroegen twee kenners van het Britse koningshuis naar hun kijk. Hey, Philip. Hallo, dag Lia. Leuk je te ontmoeten. Ja, het is de eerste binnen. Keer. Hè? Ja, ga zitten. Ja. No one sees what's happening behind the closed doors. Geen documentaire zoals wij het begrip documentaire kennen. Hè? Als wij denken aan een serie, een documentaire serie, dan denken wij aan een verslaggever die verslag doet en de kritische vragen stelt. Nou, daar is hier geen sprake van. Nee. Daar gaat het niet om. Het is echt PR van Harry en Meghan. Ja. Gewoon door het uit hun eigen mond te horen. Je weet wel wat ze altijd verteld hebben, maar komt het meer binnen als kijkers. Tuurlijk. Die het is veel directer. Belegering door de pers, de racial card. Ja. Je voelt dat wel, hè? Ja. It's a dirty game. The pain and the suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy. Ik heb alleen gehoord, en dan moet je echt van kwaaie wil zijn, dat hij wel uit liefde heeft gekozen voor zijn huwelijk en zijn vader niet.
Charles heeft Diana niet uit liefde gekozen, hij wel. En daar heeft hij de code een beetje mee doorbroken. Dat is het kleinste stukje kritiek dat ik gehoord heb op de koninklijke familie tot nu toe. Drie uur lang. Een ander klein puntje van kritiek, dus allemaal minimaal, ik bedoel, we zijn echt aan het vissen, ja. Is dat hij het had, of dat zij het had over het feit dat zij een knuffelaar is. I am a hugger. Ja. En ze suggereert dat toen ze voor het eerst William en Kate ontmoeten, dat die vrij afstandelijk en formeel waren. Ja. En dus helemaal niet gediend van dat Amerikaanse, hè, die Amerikaanse omhelzingen. Ja. Want in Engeland doen wij dat anders. Ja. You were late. Mm-hmm. He kept texting when he was late. He's like, I'm in traffic, I'm so sorry, I'm in traffic, I'm so sorry. I was panicking, I was freaking out. I started sweating. Again, I didn't know him. So I was like, oh, is this what he does? Got it. Like, this I'm not doing. I'm not gonna sit. What was that supposed to mean? Voor mij komt Harry geloofwaardiger en eerlijker over dan Meghan. Dat heeft misschien gewoon met het te maken met het feit dat ik weet dat ze een professionele actrice is. Acteur is, en dat is het ook. Ja. Ja. Maar ja, kijk, dan zie je haar weer helemaal zonder make-up in een shot. Precies. Weet je wel? Dus ze durft zich ook wel bloot te geven. Ja. Op die manier. Maar het gaat inderdaad in erg veel over al dat leed haar aangedaan... waarvan je kunt afvragen, hoe groot was dat leed? Dat is wel veel, hoor. 3 uur, Harry. Harry en Meghan, in één ruk. Jij, van tevoren was gedacht dat dit wel eens een bomaanval op Buckingham Palace zou kunnen zijn. Dat is allemaal wat meegevallen. Ik denk dat, zoals iemand zojuist zei in de Britse media, dat koning Charles niet naar de advocaat hoeft, of niet, maar misschien wel naar een psychotherapeut. Het zou mij heel erg verbaasd hebben als ze echt voluit, met de voeten vooruit, dingen over het koningshuis zouden gezegd hebben die enorme schade zouden veroorzaakt hebben. Kan nog, hè. Volgende week zijn er nog 3 afleveringen. Maar dit is wat zij meegemaakt hebben, een verhaal dat we kennen, maar vanuit hun eigen standpunt. En dat maakt toch wel een verschil. Ik wil dat huis. Ik wil dat huis. Ja, zou het hun eigen huis iedereen zijn waarin gefilmd is? We hebben de tuin gezien. Ik denk het wel. Ja. Ah, ja. Oh, dat is toch schattig? Ja, de kinderen, hè? De kinderen komen wel in beeld. Ja, dat hebben we nooit eerder gezien. Het dochtertje hebben we nog niet gezien, maar het zoontje wel. Ja. Ja. Hartstikke. Dus dat is leuk, hè? Ja. Schattig toch, schattig toch. Een andere reden waarom ze het verhaal vertellen is natuurlijk het geld. Ja. Het is een precair verdienmodel, denk ik. Als je een contract sluit voor ter waarde van 100 miljoen euro... waarvoor je dan Netflix een aantal producten geeft. En je levert podcasts af en documentaires zoals deze. Deze is tot nu toe de topper, hè, het hoogtepunt. Ja. Dus natuurlijk wil Netflix waar voor zijn geld. You've nou, got to deliver. Precies, dat hebben ze niet gedaan, wat mij betreft. When the stakes are this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? Zal het hen helpen? Ik denk, als het hierbij blijft, wel. Ja. En als ze nu in godsnaam een punt zetten achter dat verleden... en niet meer de gekwetste slachtoffers uithangen... en als ze nu echt... want ik weet nog steeds niet waartoe zij op aarde zijn, eerlijk gezegd. Waartoe dienen Harry en Meghan? Precies. Ik heb geen idee. Maar als ze zich inderdaad gaan werpen op goede doelen... ja. En ze hebben een positief toekomstbeeld... dan kan ik me voorstellen dat dit positief gaat werken voor hen. En misschien zelfs ook voor de koninklijke familie... en kun je in de verste verte... een sprookje is dat, zou dat zijn, een soort van toenadering vinden, dan helemaal goed, ja. Dan heeft het zijn doel bereikt. Een sprookje, wie weet, dat ondertussen wel heel ver afstaat van het leven zoals het is voor heel veel Britten, van wie sommigen moeten kiezen tussen verwarming en eten op de tafel. De eerste week van het proces over de aanslagen van 2016 zit erop. Een week met horten en stoten. Er is een begin gemaakt met het voorlezen van de akte van beschuldiging. 4 juryleden vielen al af of uit. En beschuldigden klaagden over hun behandeling bij de overbrenging naar de rechtszaal, waarop de rechter besliste minister van Justitie van Quickenborne een brief te schrijven. Wordt vervolgd. Wij vroegen ons af in welke mate dit proces gevolgd wordt in Molenbeek, indertijd afgeschilderd als het helhol.
de thuisbasis van sommige terroristen. Helen Goedgebuur. Sint-Jans Molenbeek, een van de 19 Brusselse gemeenten in het westen van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een multiculturele, bruisende gemeente die tal van ondernemers aantrekt. Maar enkele jaren terug vooral de gemeente waar verscheidene terroristen huisden. In Brussel zijn er opnieuw 3 huiszoekingen geweest in verband met verschillende terrorisme-dossiers. 2 interventies gebeurden vanmorgen en vanmiddag in Sint-Jans Molenbeek. Most of the Paris attackers had ties to Belgium, specifically to an area known as Molenbeek. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil de buurt opschonen. Prime Minister Charles Michel put it: I notice that each time there is a link with Molenbeek, this is a gigantic problem. Dat was natuurlijk een heel pijnlijk moment, omdat dat een moment was waarop dat de hele Molenbeekse gemeente werd gestigmatiseerd als een verschrikkelijke plek, terwijl bijna alle andere inwoners eigenlijk daar natuurlijk niks mee te maken hadden. En dus in die zin is dat wel een traumatische ervaring geweest. Want het refereert aan een moment waar wij als volledige gemeente werden met de vinger gewezen door de hele wereldpers en door de hele wereld eigenlijk. Terwijl het ging over een paar individuen en helemaal niet over het overgrote deel van de bevolking die hier woont en die zelf ook slachtoffer was van dit verhaal. Voornamelijk jongere individuen. Molenbeek wordt getypeerd door haar jonge bevolking. 30% is er jonger dan 20. En bij die jeugd ligt de sleutel. Als onderwijsschepen is het voor Van Damme een uitdaging om alle jongeren in de gemeente de juiste kennis en opleiding te geven, te investeren in hun toekomst. Dat doen ze ook, bijvoorbeeld met deze gloednieuwe school, een locomotief voor de wijk, klinkt het. Welke 3 talen gaat je doen? Arabisch, Frans en Nederlands. Oké, goed, super, kei tof. Wat zijn jullie nu? Juf Sophie koos er heel bewust voor om van Hasselt naar hier te verhuizen. In Limburg hoor je wel wat bijvoorbeeld over Molenbeek waaien. Maar dat zijn, naar mijn gevoel, mensen die nog niet in Molenbeek zijn geweest of niet weten hoe het onderwijssysteem in elkaar zit in Molenbeek. Want ja, de realiteit kan niet verder weg zijn van alles wat er wordt geschreven en gezegd. En wat is die realiteit? De realiteit is dat er heel veel kansen zijn en dat er heel veel diversiteit is en dat dat echt een kracht is. Als we hier kijken in de klas hier, dat is de maatschappij. Met die diversiteit wordt in de school ook aan de slag gegaan. Zo waren de aanslagen een trigger om meer te praten over religie en ook radicalisering. Nadien zijn wij een beetje alerter geworden en is er onder andere ook bijvoorbeeld vanuit de levensbeschouwingen meer toegang gecreëerd om elkaar te leren respecteren. Waarvoor staan wij? Wie zijn wij? We zijn moslim, maar er zitten ook kinderen op school die katholieke godsdienst volgen. Er zijn misschien ook Joodse achtergronden, ik weet niet. Dus er is wel meer openheid gecreëerd geweest om aan meer communicatie te gaan werken. Dat denk ik wel. Aanhalen, hè. Je gaat dan moeten zeggen van, die heeft een doos tomaten gestolen. Maar ook buitenschool zijn positieve Brusselse projecten opgezet, zoals Tada, waar kansarme jongeren op een interactieve manier leren over allerlei beroepen, zoals advocatuur. Aan de chef van de winkel zeggen, sorry dat ik het gestolen heb. Mm-hmm. En de winkel een beetje een andere blik voor hun geven. Eigenlijk is een van de essenties van TADA dat we eigenlijk werelden met elkaar in contact willen brengen. Dus we willen een netwerk van bedrijven en zo verder openstellen voor jongeren die in C niet zoveel contact hebben met al die werelden. En zijn jullie er klaar voor om jullie klant te verdedigen? Ja! Ja, zeker? Ja! Ja. Tolga begeleidt hen, vroeger zelf een van de leerlingen hier. Hij begrijpt het belang. Om te laten weten dat ze kunnen ook studeren en ook een advocaat worden of iets met recht. Maar niet behalve recht, bijvoorbeeld iets met over gezondheid zijn. We gaan veel beroepen leren en zo we weten wat we willen worden vroeger. Later. Dat toekomstperspectief is een van de grootste bezorgdheden van Molenbeekse jongeren en dus ook tewerkstelling. Een problematiek waarmee de gemeente te kampen heeft. De sociaal-economische uitdagingen zijn gigantisch. Die zijn sowieso in onze gemeente, die de armste is van het land, altijd al heel prangend geweest.
Maar op het moment dat de uitdagingen in de maatschappij als geheel, in heel België, in heel Europa, groter worden, dan voelen wij dat eigenlijk nog sterker. Omdat wij eigenlijk een beetje de kanarie zijn in de koolmijn. Dus als het slecht gaat op vlak van de werkstelling of op vlak van de kosten van het leven, ja, dan voelen wij dat eerst hier. Radicalisering staat hier niet meer on top of the list. Laat staan het proces rond de aanslagen. Nee, ik voel dat niet uit mijn omgeving dat leeft of zo. Nee. Ga je het proces rond de aanslagen volgen? Als de mensen stoppen met één gemeenschap, met zo één gemeenschap als één figuur zien. Het is natuurlijk een traumatische ervaring en in die zin is denk ik het een goede zaak dat dit kan afgerond worden, dat het een definitieve slot, een einde kan krijgen. Maar in het dagdagelijkse leven speelt dat in het leven van de Molenbeekenaar eigenlijk geen rol meer. Welkom, Johan Leman. U bent voorzitter van Integratiecentrum Foyer in Molenbeek. Al heel lang werkzaam in Molenbeek, ja, met jonge mensen daar. We zijn heel blij dat u hier bent, maar wij hebben heel breed gebeld, rondgebeld met mensen in Molenbeek, ook voor de reportage, maar ook voor de studio, omdat we het met hen wilden hebben over 6 jaar later, hoe is het, enzovoort. Maar men wilde daar liever niet op ingaan. Weet u waarom? Schepen van Damme, goedenavond. Schepen van Damme heeft het heel duidelijk gezegd. Men wil de bladzijde omkeren. Ja. Dat is zeer duidelijk. Men wil vooruitkijken. Komt erbij nog ook bij een aantal van de jongeren. Ze zeggen, we hebben niet eens die type gekend. Mm-hmm. Molenbeek heeft 100.000 inwoners. Hè? Dus we hebben ze niet eens gekend. Waarom moeten wij ons blijven verantwoorden? Ja. En natuurlijk beseffen ze wel, hè, dat let op, voor die generatie 25, 35, zo, hè, is het wel een trauma geweest. Hoor. Mm-hmm. Ja, want voor alle duidelijkheid, de insteek van dit gesprek is precies wat is de ervaring van mensen in Molenbeek en hoe is het leven veranderd voor de mensen daar sinds 2016? Niet zozeer om terug te blikken. Ja, ik zie eigenlijk op twee vlakken grote veranderingen, hoor. Eén, in de mentaliteiten. Weet je, vroeger, als er kritiek was op Molenbeek, en er kwam regelmatig kritiek op Molenbeek voor de aanslagen, dan schoot iedere Molenbeekenaar in een kramp van Molenbeek verdedigen door dik en dun en dus die kritiek eventueel wegduwen. Dit is weg. Mm-hmm. Nu zult je duidelijk zien dat Molenbeekenaars zonder meer zullen zeggen wat verkeerd loopt. En wat loopt er verkeerd? Oh, er zijn een aantal dingen die verkeerd lopen. Nee, dat is bijvoorbeeld gewoon, er is een tekort aan woningen op vlak van behuizing voor gezinnen met meer dan 2 kinderen. Mm-hmm. De huurprijzen zijn zeer hoog. Vindt maar eens iets in Molenbeek dat iets krijgt voor minder dan €800 de maand. He, dit soort dingen. Dan inderdaad ook drugsdealing, zoals op veel plaatsen, niet alleen in Molenbeek. Ja. Drugsdealing die ook voor een stukje een businessmodel wordt, hè. Hebben we ook in Antwerpen gezien hoe dat in Antwerpen. Ik heb recent gezien dat het ook in Zweden voorkomt. Dus het is iets waar we echt moeten voor opletten. Hè? Ja. Maar eigenlijk zeggen, wat mij opvalt, en er zijn veel initiatieven genomen ondertussen ook, laten we dat niet onderschatten, van de gemeente. Molenbeek, Foyer heeft zijn museum opgestart, migratiemuseum. Er zijn een hele reeks initiatieven van de grond gekomen op een paar jaar tijd. Hè? Ja, maar ligt de kracht bij de mensen, zegt u, of is het mede of vooral door de politiek dat er iets veranderd is? Want indertijd werd er van alles aangekondigd. Hè. Kanaalplan was nog maar één ding, maar ging van alles veranderen? Ik denk dat het twee aspecten zijn. De mensen zelf. Mensen zelf die zeggen, jongen, kom, hè, we gaan onze rug rechten. Ofwel ga je weg naar Dilbeek of naar Strombeek enzovoort, ga je weg. Ofwel blijf je en dan moet je je rug rechten. Het is je verantwoordelijkheid ook tegenover jongeren die al bij al dit niet meegemaakt hebben. Mm-hmm. Of heel jong. Ja, degenen die nu 15 jaar zijn, die waren toen 8,
7, 8, 9 jaar. Dus één iets. En dan moet ik zeggen, ook de lokale politiek, het lokale beleid, een deficitaire gemeente zijnde, vanop is structureel deficitair, doet echt zijn uiterste best, wat men ook soms in Vlaanderen mogen zeggen over, over gemeentebeleid in Molenbeek. Ik weet dat die mensen hun uiterste best doen. Ja. Hè. Nu, u zegt, de dingen worden benoemd. Hè. Men reageert minder defensief, begrijpelijk misschien, maar minder defensief dan voorheen. Een van de dingen toen die bloot kwamen te liggen was ook van men dekte af of men keek weg van wat men misschien wist in verband met radicalisering. Hoe kijkt u daar nu naar? Denkt u dat dat nog zou kunnen op dezelfde manier op dit moment? Of spreekt men elkaar daar eventueel ook op aan als zich dat zou voordoen? Kijk, dat er geradicaliseerd wordt, dat er radicalisering is op een bepaalde leeftijd, ik denk dat dat van alle generaties is. De hele kwestie tussen 15 en... En van alle achtergronden. En 20 jaar. Dat radicaliseert iemand gemakkelijker in dan op een ouder leeftijd. Vraag is, wie speelt erop in? In de jaren, eind jaren 90, jaren 2000 enzovoort, werd erop ingespeeld vanuit de GIA, de Groep Islamique Armée. Dat waren Algerijnse Fransen die uitweken naar Molenbeek enzovoort. Dit is opgedroogd. Vraag is... Sindsdien hebben we IS gehad, hè? Die recruteerden. Dat is ook voor een stuk opgedroogd. Vraag is, natuurlijk degenen die nu vrijkomen, zullen die een impact hebben opnieuw op jongeren op een jonge leeftijd? Dus degenen die vrijkomen uit die ex-jihadisten waren, één. Goed, dat is de veiligheid die dat moet volgen. Dat is... bon. En een tweede ding, een onbekende, dat zag men al op het einde van de vroegere jihadiseringsperiode, zijn de sociale media. Daar, wat daar allemaal gebeurt, daar durf ik mijn handen niet voor in het vuur steken. Hè. Maar wat er wel, waar ik wel zeker van ben, is dat men veel vlugger... Als men ziet dat bijvoorbeeld in cafés, want dat is wat gebeurde vroeger, hè, dat men in cafés ging ronselen, dat zal nu niet meer waar zijn. Hè. Daar ben ik echt zeker van. Dit zal niet meer gebeuren. We zagen de reportage. Jonge mensen vanuit Limburg, maar ook de Molenbeekenaars zelf, vol goede moed. U klinkt combatief. Ik ga mijn anekdote eindigen. Ik heb een nichtje uit Deerlijk, die geeft nu les in Molenbeek. Die voelt zich thuis in de wereld. Ze zegt, vroeger zat ik in een deel van de wereld. Hier in Molenbeek ben ik in de wereld. Ja. In de volle wereld, met al zijn lusten en lasten. Oké. En u weet dat de voorzitter van Vooruit dat helemaal anders zag? Ja, maar ik denk dat hij zich ondertussen toch wel een beetje herpakt heeft. Hij heeft toch contacten gehad al met jongeren ook in Molenbeek, voor zover ik weet. En ik denk dat hij... beeld bijstelt. Ja, dat u wel beseft dat het iets genuanceerder is. Johan Leman, dank voor de nuance. Graag gedaan. Dit was Ter Zake. Farah en haar gasten nemen over. Fijne avond nog en heel graag tot morgen.